Welkom bij deze aflevering van Madelon Praat. Mijn naam is Madelon Vos en vandaag praat ik je bij je over het laatste nieuws omtrent alles wat te maken heeft met onze economie en over Bitcoin. We kijken in het bijzonder vandaag naar een uitspraak van onze eigen centrale bankpresident Klaas Knot. Hij zei namelijk iets bijzonders als het gaat om de inflatie en dat is totaal tegenstrijdig met hetgeen wat de centraalbankiers ons vertellen en dat doet eigenlijk in mijn hoofd een heleboel alarmbellen rinkelen. We duiken daar vandaag dieper in. We kijken ook naar de gevolgen van zijn mening, zijn argument. Want dat betekent nogal wat als het gaat om de toekomst van ons geld, maar ook de toekomst van onze economie. We kijken ook even een stapje verder, want de oorlog omtrent Bitcoin is officieel begonnen. Maar wat houdt dat nou in? Hoe zit dat met de regulering? Hoe kijken ze daar in Europa naar? Maar wat verschilt dat dan ten aanzien van de aanvliegroute van de Amerikanen? En we kijken even naar het laatste nieuws omtrent Bitcoin, want er is best wel veel gebeurd. We hebben natuurlijk China gehad, waar heel veel FUD ontstond. En de vraag is nu, wat doet dat nou met die drastische verlaging als het gaat om onder andere de hashrate? Daar is men toch een beetje van geschrokken, maar ik ga je laten zien dat het een natuurlijke werking is en dat er niets is om je zorgen over te maken. Dat het een prachtige, kunstmatig rechtgehouden systeem is wat eigenlijk zelfsturend is, wat dus helemaal geen centrale bank nodig heeft. En aan het einde van deze video kijken we naar een aantal verschillende analyses, waaronder de Wyckoff-theorie, het stock-to-flow-model van plan B en mijn eigen technische analyse, om even te kijken naar de koers, hoe die er nu bij ligt. En het belooft wat. Dus allereerst maak ik mezelf even kleiner. En mocht je nou nog niet geabonneerd zijn op dit kanaal, dan is het nu het moment om dat te doen. Ja, en het viel me onlangs op dat 40% van iedereen die kijkt gewoon niet geabonneerd is op dit kanaal. Dus nu is het moment. Pak je kans. Abonneren is compleet gratis, dus doe dat door hieronder op die grote rode knop te drukken. Goed, we beginnen even met dit nieuws. Het nieuws vanuit Klaas Knot. Die deed een interview met NRC vandaag en daar bleek het volgende uit. De hoge inflatie waar we momenteel tegenaan kijken is mogelijk niet van tijdelijke aard als we de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, moeten geloven. Hij stelt het volgende. Centraalbankiers overschatten mogelijk hoe goed zij in de toekomst kunnen kijken als het op prijsstijgingen aankomt. Dit is iets groots. We kijken even in het stuk wat er nou precies gesteld is. Zij deed dus een interview met het NRC en daar komt het volgende in naar voren. Toen de coronacrisis begon, toen tuigden zowel de ECB als de Europese Centrale Bank een groot stimuleringspakket op. En dat had als doel om staatsobligaties te kunnen opkopen en daarmee dus ook de rentes laag te houden. En dit zou er dan volgens de centraalbankiers voor zorgen dat geld naar de huishoudens bleef stromen en naar grote bedrijven, et cetera, et cetera. We weten allemaal wat daarvan gekomen is. De aandelenprijzen staan op all-time highs. De huizenprijzen zijn door het dak gegaan, maar goed, de intentie, de insteek was goed. En president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank, die kondigde aan dat de ECB voor honderden miljarden aan die staatsobligaties zouden opkopen. Nu is het economisch herstel volgens deze centraalbankiers ingezet. En daardoor zien we dat de prijzen in de eurozone, maar ook in de Verenigde Staten, harder aan het stijgen zijn dan voorheen. Want wat gebeurt er, zeggen zij? Als er veel aanbod is van geld, dan stijgen de prijzen. Ik noem wel eens het voorbeeld, we staan met z'n allen bij de bakker. Er zijn een aantal broden, maar wij hebben veel geld te besteden. Dan willen we ook wel wat meer betalen. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Nou goed. Dat is eigenlijk in het klein wat er gebeurt. Maar de ECB zet niet direct de rem op de inflatie door bijvoorbeeld de rente te verhogen of minder staatsobligaties op te kopen. De ECB heeft dit al eerder gezegd, ook de Federal Reserve heeft eerder gezegd, nee, we wachten even rustig af en pas wanneer het drastisch wordt, dan gaan wij instappen. Nou, we weten allemaal dat de centrale bankiers eigenlijk geen handvatten meer hebben om nog in te stappen, om nog iets te doen. Maar goed, wat werd er nu gesteld? Lagarde en andere centraalbankiers verwachten namelijk dat de inflatie van tijdelijke aard zal zijn. We hebben natuurlijk meneer Powell gehoord bij de bespreking van de Fed onlangs. En dat is natuurlijk de chairman van de Fed. En hij zei al, deze inflatie die we nu zien is transitory, van tijdelijke aard en kan dus weer teruggedraaid worden. En wat Klaas Knot dus nu eigenlijk zegt is, je kan helemaal niet inschatten of die inflatie transitory is.
of het dus echt van tijdelijke aard is. Hij zegt, we moeten onze capaciteit niet overschatten om vooraf al vast te stellen wat nou tijdelijk is en wat niet, zegt hij. Gesprekken met voormalig centraal bankiers over de hevige inflatie in de jaren 70 sterken hem in zijn mening. En hier komt dus opnieuw het verhaal 1970 voorbij, waarin we dus die periode hadden van stagflatie, waarin uiteindelijk de rente moest oplopen naar 20% om die inflatie weer de kop in te drukken. Wat resulteerde in economische drama. Huizenprijzen die daalden, ondanks dat de vraag heel hoog was. De lonen, daar ging van alles mis. Van alles en nog wat daar gebeurde. Nou, en toch wordt dat scenario er weer bijgehaald, want hij zegt, hè, de huidige generatie, daar heeft nog nooit iemand echte inflatie ervaren. De inflatie van de jaren 70 kwam aanvankelijk ook onverwacht. Als de huidige generatie aan het roer zou zijn geweest in 1973, hadden we dan ook allemaal gezegd, ach, die olieprijsstijging, dat is vast iets tijdelijks. DNB-president vindt dan ook dat er begin volgend jaar, dus in maart 2022, een einde aangekomen moet worden. Hij zegt dus ook, het is goed dat er tijdens de crisis veel geld beschikbaar was, maar zodra we weer terug zijn naar normaal, wat in maart 2020 het verhaal zou moeten zijn, dan moet dat noodprogramma die de ECB heeft ingericht, moet eraf. Ik heb er mijn vraagtekens bij of dat überhaupt gaat gebeuren. Maar wie dus tussen die regels doorleest van dat gesprek bij de NRC, wat Klaas Knot natuurlijk had, die leest eigenlijk twee dingen. Klaas Knot die pleit voor het feit dat het opkoopbeleid omlaag geschroefd moet worden in maart 2022. We weten allemaal waar dat toe leidt, want dat zorgt voor lagere economische groei. En dat zal er uiteindelijk voor zorgen dat rentes niet meer betaald kunnen worden. Want wat er nu gebeurt is, doordat er dat opkoopbeleid plaatsvindt, is de rente heel erg laag, kan er veel geld geleend worden en kan door de inflatie, hè, gaat dat geld, die schuldenberg gaat minder drukken. Dus die wordt eigenlijk weggeïnfleerd, geïnflateerd of whatever. Het huidige beleid kan ook intact blijven. Dat is waar de ECB-president mevrouw Lagarde naar kijkt, meneer Powell naar kijkt. Stel dat het intact blijft, dan hebben we een risico op mogelijke inflatie zoals we in de jaren 70 zagen, maar misschien ook wel hyperinflatie. En dat is iets wat we ten aller tijde willen voorkomen. Nou, we hebben natuurlijk verschillende mogelijkheden. Er is nog één laatste mogelijkheid waar meneer Knot het niet over heeft. Die laatste mogelijkheid is een hard reset. Daar komen we later nog even op terug. Wat we hier zien is de schuldenmaatschappij waar wij in leven. Waar we eigenlijk sinds 2000, maar eigenlijk zelfs sinds 2008, alleen maar meer schulden hebben gecreëerd. En dit is eigenlijk niet meer houdbaar. Wat zien we nou? We zien aan de onderkant die schulden. Dat zijn de rode schulden. En dit begint natuurlijk rond 1971 bij het loslaten van de gouden standaard eigenlijk al. Dit is het gevolg daarvan, van die van wat er toen besloten is. Je kan oneindig geld creëren. En met de creatie van geld, eigenlijk het opkopen van schuld, het opkopen van staatsobligaties, dus al het nieuwe geld wat in de economie vloeit, is daarmee per definitie schuld. Dat resulteert in een bepaalde economische groei, want er kan geld uitgeleend worden, er kunnen lonen betaald worden, mensen zouden uiteindelijk daar meer geld in de economie moeten kunnen uitgeven. Maar wat we zien is dat geld ook wel op verkeerde plekken terechtkomt. Op de huizenmarkt, op de aandelenmarkt. We zitten midden in een behoorlijke crisis en we zien dat aandelen op all-time high staan. Dat is niet hoe het hoort. Wat we ook zien is dat de revenuen af beginnen te lopen. Dat zie je hier. Dus het deficit, het verschil, het tekort om die schulden te betalen, wordt steeds groter. En dan krijg je dus een fundamenteel probleem. Want er was ook iemand die zei, nou, ze kunnen die rente toch ook gewoon zo houden als dat het nu is. Betaalt iedereen netjes zijn schuld af? Nou, dat kan dus niet. Die schuld afbetalen wordt al onmogelijk. Dus er moet alleen maar meer geld bij om die schuldenlast minder te laten drukken. Stopt dat, dan loopt het hele systeem spaak. En dat is dus op het moment dat je stopt, de geldcreatie de kraan dicht zou draaien, dan loopt het systeem spaak, want dan komt er geen nieuw geld bij aan de onderkant. En je hebt eigenlijk te maken met een soort van piramide. Zolang er maar nieuw geld bij komt, blijft het balletje gewoon rollen. Stopt die geldcreatie, dan ontstaat er dus per definitie een probleem.
Nou, ik wil je het volgende verhaal even laten horen. We gaan het namelijk hebben over iets bijzonders. Dit zijn een aantal oligarchen, twee hele oude oligarchen. En die kijken met een bijzonder oog naar de cryptomarkt, maar ook naar het financieel systeem. En ik ga je dat even laten zien aan de hand van deze video. En hier zijn de bitcoiners fors van geschrokken. Charlie, you said communist China is doing all the things that we should be doing right now. And I can't help but think of what they've done to Jack Ma. It amuses me, you know. Well, what about what they've done to Jack Ma? He's kind of disappeared. Even een klein beetje uitleggen. Zij zegt dus, jij vindt dat we een financieel systeem moeten hebben wat lijkt op dat van Azië, van China, waarin je een soort van social credit-achtig systeem hebt, waarin de touwtjes heel erg strak aangetrokken zijn als het gaat om het financieel systeem. En deze meneer is het daarmee eens. Die vindt dat dat moet. En zij zegt, nou kijk even wat China gedaan heeft met ondernemers als Jack Ma. En luister even mee. Well, yes, but Jack Ma is one of the swingers. So they just cut his, they said the hell with you. He basically gave a speech when he said to a one-party state, well, you guys are a bunch of jerks, don't know what you're doing, and I know what I'm doing, and I'm going to do it better. And he was going to wade into banking and no rules and just do whatever he pleased. He also brought Chinese communists did the right thing. They just called in Jack Ma and say, you aren't going to do it, Sonny. I wish we had I don't want all of the Chinese system, but I certainly would like to have the financial part of it in my own country. Although Ant Financial was bringing banking to a huge unbanked population. Jack Ma, de eigenaar van Alibaba, heeft ervoor gezorgd dat betalen, dat een revolutie werd in China. Dat heel veel mensen betalingen konden doen die dat tot voor kort niet konden. En deze meneer zegt dus gewoon letterlijk, nou, dit willen we niet, we willen het communisme zien. En Jack Ma, die is niet voor niks niet meer in the picture. Charlie Munger would like to the US to lock up successful entrepreneurs simply because they dare to innovate and are therefore a risk to the financial system. It's crazy. En dat is precies waar het op neerkomt. Alles wat een risico vormt, en daar maak ik eigenlijk ook de brug naar crypto. Zelfs crypto vormt nu een risico. Als een Jack Ma met zijn innovatieve Alibaba al een risico vormt. Wat doet crypto dan wel niet? En die oligarchen zien dat natuurlijk het liefst verdwijnen, want zij zijn degene die onder die piramide waar ik het net over gehad heb, zij zijn degene die daarvan geprofiteerd hebben. Nou, en ondertussen onder hun systeem gaat het dus eigenlijk valikant mis. Want die deficit, die wordt steeds groter. En dat is dus dit verschil, dit is de deficit, het verschil tussen de revenue en de debt, waarbij je dus je debt moet kunnen betalen. Je wilt dus dat er meer revenue gedraaid wordt. Maar die deficit wordt steeds groter. Maar ondertussen zien we het volgende gebeuren. En dat was eigenlijk deze die ik als eerste wilde laten zien. De Dow Jones Industrial Average Index. Die gewoon een nieuwe all-time high draait. Wat zou er in vredesnaam mis kunnen gaan, hè, als je deze grafiek ziet? Het lijkt wel de grafiek van Bitcoin. Het gaat alleen maar omhoog. En vroeg of laat moet dat ergens een keer spaak lopen. Maar wat we nu zien, hè, die karakteristieken op de aandelenmarkt, dat heeft natuurlijk alles te maken met de fundamenten van deze complete markt. We zien dus dat het deficit steeds groter wordt. We zien dat er steeds meer geldcreatie moet plaatsvinden. En dan kom je uiteindelijk op het volgende. En dat is deze. En dit is iets interessants, want dit gaat over de unemployment rate. En we hebben het hier veel over gehad toen de crisis net haar intrede deed. In maart 2020. En toen zagen we al dat de unemployment fors omhoog liep. Naar wel 30 miljoen unemployment. En dat was natuurlijk bizar. Dat hadden we nog nooit eerder gezien. En hij stelt hier, deze meneer, Tavi Costa, die zegt het volgende. 14,6 miljoen mensen zijn nog steeds werkloos. Terwijl de vacatures fors oplopen. Dus hier gebeurt iets interessants. Remember the last 30 years of declining growth in wages and salaries. De afgelopen jaren groeiden de salarissen niet mee met inflatie. Dit hebben we natuurlijk gezien. Vroeger kon je een eenpersoons huishouden en op één baan zeg maar laten draaien. Een heel gezin op één baan laten draaien, moet ik zeggen.
Nu kan dat niet meer. Nu moet je met z'n tweeën en dan kun je überhaupt dan niet meer in de stad wonen. En er is dus een trend reversal gaande. En dat komt dus door het feit dat de salarissen niet meestijgen met de inflatie. En dat heeft weer te maken met het feit dat mensen gewoon thuis blijven zitten. Of dat heeft tot het gevolg dat mensen gewoon thuis blijven zitten. En dat die employment dus hoog blijft. This would mark a structural shift in creating long-lasting inflationary implications. Wat je hier dus krijgt is, de inflatiecijfer gaat oplopen. Dan krijg je dat de lonen ook mee moeten gaan stijgen. En dan krijg je dus daarna een systematisch risico. Want je kan hem dan ook gaan omdraaien. De lonen stijgen. En dus is er meer aanbod van geld. En dus zorgt dat voor inflatie. En dit, precies dit, was wat we in de jaren 1970 zagen. Waar we het eerder over gehad hebben. Toen was er een econoom en die zei, nou, we zien nog niet dat systeemrisico. Dat systematische risico. Dat zit er nu dus aan te komen. En wij bespreken in deze video's natuurlijk ruim van tevoren wat er allemaal gebeurt. We zagen die inflatie al ruim van tevoren aankomen. Dat transitory, dat inflatie weer omkeerbaar is, zagen we al ruim van tevoren aankomen. Of eigenlijk dat het niet omkeerbaar is. Dit is iets waar je gif op kan innemen. Dat straks mensen werkloos thuis zitten en er heel veel vacatures open blijven staan. We hebben het maanden geleden al gehad over dat restaurant die geen aanmeldingen kreeg, omdat die mensen zeiden, ja, maar dan kan ik nog steeds mijn huur niet betalen. Dus hier is echt een systematisch risico, een systematisch iets aan het ontstaan. En als we dat dan weer koppelen aan Bitcoin, die risico's zijn er niet bij Bitcoin. En het is niet dat ik nu een pitch ga houden of iets dergelijks, maar ik wil je even vertellen waarom Bitcoin nu een systeemrisico gaat vormen. Wij, analisten, de economen, iedereen die kijkt naar deze markten, die kan zien dat hier wat misgegaan is. Ik had laatst een kort interview voor een documentaire bij de NPO. En dat was een voorgesprek. En die mevrouw zei op een gegeven moment van, ja, maar jullie bitcoiners vertrouwen de overheid niet. En toen had ik gelijk zoiets van waar komt dit vandaan? Nou, dat is totaal niet het geval. Wij als community, wij als analisten, wij als Bitcoin of goud-zilverbezitters zien dat er fundamentele dingen misgaan. Dat de mensen in de hoogste regionen van de bancaire sector, van de centraal bankiers, dat die het niet met elkaar eens zijn. En Klaas Knot die het niet eens is met de visie van meneer Powell. En er gaat hier dus iets fundamenteel mis. En dat is wat wij zien. En daarmee vormt Bitcoin nu ook een risico. Want bij Bitcoin gaat dit niet mis. In mijn optiek is Bitcoin de puurste vorm van geld naast goud en zilver. En de oorlog omtrent Bitcoin is officieel gestart. En ik wil je dit graag even uitleggen. Want ik kreeg hier heel veel vragen over, ook wat negatieve commentaren. En toch wil ik je vertellen waarom ik dit vind. Dit startte eigenlijk al met het verhaal van El Salvador. El Salvador die heeft Bitcoin natuurlijk als legal tender, officieel legal tender ingevoerd onlangs. En waarom is dit zo bijzonder? Zij zijn het eerste land die Bitcoin omarmt, die Bitcoin embraced. En ik heb het hieronder ook uitgelegd. Er gaan nu landen zijn die Bitcoin omarmen en er zullen landen zijn die Bitcoin zullen bannen. The countries that embrace are oppressed, dus die zullen onderdrukt worden. De landen die Bitcoin zullen omarmen, zullen onderdrukt worden. En daarbij wil ik eigenlijk aanhaken aan het IMF. Het IMF heeft een lening van, ik dacht, 1 miljard aan El Salvador uitstaan. En er was een risico dat het IMF zou zeggen, geef die lening maar weer terug. Nou, toen waren de Bitcoiners al gelijk op hun achterste poten gaan staan. En die zeiden al, nou, El Salvador heeft die hele mooie vulkaan. Daar wordt Bitcoin gemined. Nou, dan gaan we daar obligaties op uitschrijven. En dan kunnen wij als Bitcoiners samen deze economie in stand houden. Nou, wat is hier nou zo bijzonder aan? Het bijzondere hieraan is dat Bitcoin een vorm van waarde is. In zowel de ogen van de landen die Bitcoin gaan bannen, als in de ogen van de landen die Bitcoin zullen omarmen. En waarom is dat zo? Oorlogen, wars, om weer terug te gaan naar die eerste tweet, die worden alleen gevoerd omtrent dingen die van waarde zijn. Denk aan de oorlog over drugs of de oorlog om olie. De oorlog over daklozen, daar gaat men geen oorlog over voeren. Want daar zit geen geld in. Dus het feit dat hier nu een oorlog start, is
in zekere zin iets goeds. Bitcoin vormt steeds meer een systematisch risico en daarom is de oorlog gestart. En die oorlog begint natuurlijk bij het kijken naar terrorisme, financiering, witwassen, et cetera, ook al wordt slechts 0,43% kan mogelijk gekoppeld worden aan criminele transacties. Het zou ook heel dom zijn als je Bitcoin, als men Bitcoin gebruikt voor het doen van criminele transacties, want Bitcoin is pseudoniem, niet anoniem. Het is ook iets wat vaak uitgelegd moet worden, maar in Europa zijn ze bezig met een proposal for regulations, dus een Europees voorstel omtrent regulering, waarbij je dus Bitcoin helemaal strak gezet wordt, vastgedrukt wordt. Dat is eigenlijk hoe ik het voor me zie. En waarbij je een grijs circuit krijgt van alle wallets die niet getraceerd kunnen worden en alle betalingen die niet gekoppeld zijn aan namen. En een wit circuit, waarbij je dus je eigen wallet moet verifiëren, waarbij men weet wie jij bent, et cetera, et cetera. Nou, de Europese Commissie heeft een ongelooflijk, je ziet het hier al, ongelooflijk lang stuk geschreven over hoe dit te reguleren. Dit is iets wat in september verder gaat. Nou, ik denk dat dit wel 500 pagina's zijn. Dit gaat in september verder, maar we zullen dit nauwlettend in de gaten houden, hè, deze regulation proposal. En hier komt nog wel een staartje achterweg. Maar dit is zeker niet iets om je zorgen over te maken. Want ook in het Amerikaans congres is crypto besproken. En een van de dingen die besproken werd is dat de US congressman says courts should be allowed to reverse crypto transactions. Dus dat de court. De rechter, dat die de mogelijkheid moeten krijgen om transacties terug te kunnen draaien. Nou, en Arthur die reageert hierop en die zegt het volgende: they are allowed, just as you are allowed to walk to the moon. It just ain't gonna happen. Dus je kan best zeggen, wij hebben de mogelijkheid om transacties terug te draaien, maar dat is onmogelijk. En we hebben natuurlijk Corné van Zijl gehad, die een beetje het in raar licht zetten, waarbij die zei van, nou, de FBI heeft Bitcoin kunnen bemachtigen, die heeft de transactie teruggedraaid. Nou, dat is niet het geval. In theorie kunnen transacties teruggedraaid worden. Dat kan bij een blockchain reorg, bij een fout bijvoorbeeld. Maar daarvoor heb je in de praktijk veel te veel rekenkracht nodig. Dus in de praktijk is dat niet toepasbaar. In theorie op papier zou het kunnen, maar in de praktijk gebeurt het niet. Dus het is niet mogelijk om dit te doen vanuit één rechter of één court. Tenzij je bijvoorbeeld een coin hebt waarbij er een management achter zit die ervoor zou kunnen kiezen om het terug te draaien. Maar bij Bitcoin is dat niet het geval. Nou, er waren meer dingen die besproken zijn in de hearing, dat crypto strakke regulering nodig heeft. Nou, precies wat er in Europa ook besproken wordt. We hadden nog iemand die Bitcoin wilde stoppen. Nou, daar gaan we zo nog eventjes op door, helemaal richting het einde van deze video. Waarin we ook bespreken hoe het met de miners van doen is. We hebben natuurlijk wat te voortduren gehad als het gaat om de miners in China. Waar dus ook een soort van ban plaatsvond. En we gaan het hebben over natuurlijk het stukje technische analyse. Maar allereerst gaan we nog even hiermee door. Ik wil al bijna door naar de volgende. Ja, ze hebben natuurlijk weer over money laundering en dat de regel moet zijn waarom Bitcoin, of eigenlijk crypto in zijn algemeenheid, moet worden gecontroleerd. En toen was er hier een heel erg oplettend iemand, en die meneer A. González, en die zei het volgende, namelijk dat 99,9% van alle money laundering die plaatsvindt via fiat geld nooit gestraft wordt. Dus laat dat even op je inwerken. Daarnaast hadden we natuurlijk de NYDIG die samen is gaan werken met de NCR om het mogelijk te maken om 650 banken in Amerika en kredietbetalers, betalingen, dus creditcards, creditcardaanbieders toegang te geven tot Bitcoin, betalen met Bitcoin. En dat gaat over 24 miljoen gebruikers in zijn totaliteit. Nou, dat is iets moois, een mooie stap, maar niet iets super, super boomings in mijn optiek. We hebben daarnaast vanaf 1 juli de mogelijkheid voor
4000 Duitse institutionele partijen om Bitcoin te kopen. En dan denk je waarschijnlijk, huh, die institutionals konden er toch al lang bij. Nou, dat ligt in Europa wel lastig. In Europa wil men graag een fysieke backing hebben. Dus als je dan iets van stukken koopt, dan wil je graag dat daar echt daadwerkelijk Bitcoin als onderliggende waarde is. Nou, in Europa mag je niet zomaar stukken uit Amerika kopen. Dus dat gaat wat lastiger. Nou, ze hebben dat nu dus met een omweg alsnog bereikt. En het is dus nu mogelijk om blootstelling te hebben aan crypto. En dat mocht ook niet eerst in Duitsland. En nu is dat dus wel het geval vanaf 1 juli. Als we nog even eens teruggaan naar juni, hè, vorige maand. Hoe hebben we die afgesloten? Bitcoin heeft alle coins outperformed. Bitcoin deed beter dan alle coins. Maar Bitcoin deed wel slecht. Bitcoin stond min 2,7% in de maand juni, terwijl de andere alts het nog slechter deden. Kijk even naar ETH. ETH daalde met 17,7%. We hebben ook bijvoorbeeld XRP gezien die met 30% daalde. En LINK was er echt, die sprong er met kop en schouders bovenuit met een min van 37,1%. Dus dat was Bitcoin voor de maand juni. Maar we hebben natuurlijk nog meer gesprekken gehad in de maand juni. Want we hadden de Bitcoin Mining Council. Die natuurlijk opgezet is door Michael Saylor tezamen met Elon Musk. En in eerste instantie was ik daar best wel enthousiast over. Maar Bitcoin heeft helemaal geen Mining Council nodig. En dat nu naar voren gebracht is heel leuk. Maar wat wil je nou gaan doen? Ik heb het idee dat Elon zich een beetje moet verantwoorden. Hij krijgt natuurlijk subsidies vanuit de overheid als het gaat om Tesla. Er staat Bitcoin op zijn balans. Hij is ook een klein beetje doorgedraaid. Maar de overheid van Amerika die had best tegen hem kunnen zeggen, ja jongen, als jij zo'n energieonzuinig product of asset op je balans zet, dan halen wij die subsidies weer terug. En Tesla leeft natuurlijk op subsidies, want die maken geen winst. Dus ik kan me indenken dat ze hier door middel van deze council toch willen aantonen aan de overheid van kijk, het is minder dubieus dan verwacht. Ze zeggen dus tijdens deze Mining Council dat Bitcoin voor meer dan 56% uit sustainable mining komt. Dus dat er veel sustainable toegepast wordt. Sustainable mining. Er wordt dus niet echt gesproken over renewable, maar echt over sustainable. En ze zeggen dat het best wel een dubieuze conclusie is. Nou ja, er is al eerder een onderzoek naar gedaan door de Universiteit van Cambridge. En toen kwam men tot de conclusie dat 39% van de energie behind crypto mining uit renewable energy sources ontstond. Nou, ze hebben het hier dus niet over renewable, maar over sustainable. Dus hier komt meer achterweg. Dit gaat gecontinueerd worden. En hier gaan wij dan natuurlijk weer even rustig naar kijken. We hebben natuurlijk nog iets groots. Dat gaat over Grayscale, het Bitcoin Trust. Daar zitten behoorlijk wat bitcoins gelokt die in juli vrij zullen komen. Juli wordt echt een spannende maand. Ik zal je even uitleggen hoe het zit. Er gaat mogelijk wat gebeuren in de maand juli. En ik ben daar niet eens zo heel erg negatief over, maar ik ga het je even uitleggen. Het Grayscale Bitcoin Trust is een van de grootste digitale beheerders als het gaat om Bitcoin van de wereld. En zij geven gebruikers, en vaak institutionele gebruikers, de mogelijkheid om Bitcoin te kunnen kopen via hun GBTC-aandelen. Mocht iemand deze GBTC-aandelen kopen via Grayscale, dan zijn ze verplicht om deze vast te houden. Dat noemen ze dan zo'n lock-up period. Die moeten ze aanhouden voor 6 maanden. En hierna kunnen deze bezitters weer het aandeel verkopen. In juli komen er ongeveer 16.000 aandelen vrij. En dat gaat dus om 1 juli. Daar hebben we dus nu nog een maand voor. En hetgeen voor sommige analisten best wel spannend is. Omgerekend komt het namelijk neer op zo'n 160.000 bitcoin. En dat is een waarde van $5,5 miljard. En de vraag is natuurlijk, gaan de mensen die, of de partijen die deze bitcoins bezitten, gaan die de boel ook verkopen? Die eigenlijk de aandelen bezitten. Want die aandelen hebben wel onderliggende waarde. Onderliggende waarde is dan bitcoin. Gaan ze die verkopen? Nou, sommige analisten geloven dat er veel bitcoinbezitters zijn die dergelijke aandelen
zullen verkopen, zodra ze dus niet meer vaststaan. En dit kan ervoor zorgen dat de prijs zal gaan zakken. Het hoeft natuurlijk niet het geval te zijn dat ze dit doen. Maar die mogelijkheid is er wel. Lynn Alden, de oprichter van Lynn Alden Investment Strategy, die zegt het volgende. Stelt dat er een correlatie is tussen het vrijkomen van de GBTC-aandelen en de crashes van Bitcoin een aantal perioden terug. En volgens haar zou een vergelijkbaar scenario kunnen uitspelen wanneer 140.000 Bitcoins van Grayscale vrijkomen. Nu is het wel het geval dat toen de markt een stuk hoger stond de afgelopen maanden dan de periode waarin ze de boel kochten. Ze hadden dus 6 maanden, iedere keer zitten er dan dus 6 maanden tussen en dat was toen nog winst. Als je nu zou kijken naar 6 maanden geleden, zouden ze net een soort van break-even spelen. Dus deze maand is best wel belangrijk voor hun beslissing. In mijn optiek is het ook zo dat deze partijen op de lange termijn focussen. Dus veel van deze partijen die hebben gewoon ingekocht en die zitten gewoon voor een lange periode in de markt. En er gebeurt nog meer, want dit stuk was best wel negatief over de mogelijkheid van verkopen. Maar er is nog meer, want er wordt soms ook geleend om deze producten te kopen. En ik ga je even uitleggen hoe dat zit. Investors who entered the trade by locking borrowed coins, dus die hebben geleende coins ingelegd, might now need to repurchase to repay the loan. Om deze lening dan af te betalen, moeten ze opnieuw bitcoin kopen. Similarly, those who deposited their bitcoin, dus aan hetzelfde geld voor de mensen die bitcoin ingelegd hebben, zij moeten opnieuw een bitcoin terugkopen to return their base portfolio, om weer diezelfde verhouding te krijgen in hun basisportfolio. Dus dat kan de vraag naar bitcoin juist weer laten toenemen. The January change of GBTC shares unlocked is scheduled for this month and likely to release 40.000 GBTC shares according to the data from Bybit. Dus hier wordt alweer gezegd, nou, het zijn minder shares in totaal. Even kijken. Oh nee, hier wordt wel gezegd 16.000 bitcoin, dus het klopt wel wat hier staat. Upon unlockings, carry traders could snap up bitcoin from the spot market to repay loans to return to the original portfolio, lifting bitcoin higher. Dus dat zou dus resulteren in het feit dat de bitcoinprijs zelfs omhoog zou gaan. Dus dat is een totaal andere visie dan het eerdere stuk. Daarom is één bron altijd geen bron. Het is goed om beide bronnen met elkaar te vergelijken. Maar de komende maand speelt daarin ook een belangrijke rol, want dan weten we of die 6 maanden lookups, of die in de winst of in de verlies staan en of ze dan bij moeten kopen of dat ze kunnen verkopen. Ja, en dan hebben we nog dit nieuwtje. Ik stelde vandaag de vraag op Twitter, wat moet er besproken worden in de nieuwe Madon Praat? Wat heeft duiding nodig? En Tradition Proof die reageerde daarop en die zei, ik heb hier eerder een draadje over gemaakt. Een van de dingen is de metrics van El Salvador, hoe snel de adoptie daar gaat. Ze hebben nog tot september voordat de wet officieel ingaat, maar hoe verloopt die adoptie? En de impact van de China's crackdown. En die tweede, of eigenlijk de eerste zoals hij hem opschrijft, daar wil ik even met je naar kijken. Want Delision Proof heeft een hele mooie analyse gemaakt. Hij heeft namelijk in zijn artikel op Bitcoin Magazine hier heel erg over uitgeweid, maar heeft er ook een draad op Twitter aangeweid. En ik wil hier graag met je naar kijken, want de hash rate is de afgelopen periode van Bitcoin fors gedaald. En dit heeft een klein beetje context nodig. Wat is er nou gebeurd? In China is er een ban gelegd op het minen van Bitcoin. Dus de miners moesten hun apparatuur uitzetten en zich ergens anders naar een andere jurisdictie verplaatsen. Nou, hoe hard is die hash rate gedaald? Die daalde met 50% naar het niveau van voor de halving in 2020. Wat gebeurde er nog meer? Als resultaat daarvan zagen we dat het veel langer duurde voordat er nieuwe Bitcoin bloks werden gemined. En normaal gesproken worden bloks iedere 10 minuten gemined. En hij zegt hier, in fact, block creation slowed down to more than twice the intended interval levels not seen in 11 years. Illustrating the magnitude of this drop. Dus in 11 jaar waren de intervals tussen de bloks nog nooit zo groot. Die zijn dus fors toegenomen. Je ziet het grootste in 11 jaar. Nou, en hij zegt, het mooie van Bitcoin is dat de moeilijkheidsgraad, de difficulty, zich automatisch weer aanpast. En dit zorgt ervoor dat miners weer
aan het netwerk, naar het netwerk toe zullen gaan. Eerst was het dus heel lastig om bloks te minen, helemaal als ze heel langzaam achter elkaar komen. Dan wordt er dus weinig nieuwe bitcoin als beloning gegeven. En wat we hier dus zagen was een forse difficulty adjustment van 28% op 3 juni. De difficulty is dus fors naar beneden gegaan. Dus dat maakt het voor miners weer makkelijk om die blokken te minen. Nou, dit zorgt er dus voor dat de bitcoin miners in China weer naar jurisdicties zullen gaan waar het aantrekkelijker is om bitcoin te minen. Bijvoorbeeld Texas of Kazachstan. En er zijn nog een aantal dingen die interessant zijn. We hebben een aantal dingen die best wel normaal eruit zien, hè, waarvan je zegt, nou, dit is niet zo heel erg bijzonder. Maar wat er ook wordt gesteld, a lost hash rate will likely be deployed elsewhere within months. Bitcoin will continue to function normally after this difficulty adjustment. And the current hash rate levels are likely more than enough to keep the network secure. Dus hij zegt, er is geen reden om je zorgen te maken over de veiligheid van het netwerk. Honey Badger don't care. En wat wordt er nog meer gesteld? Hè? Dit zorgt ervoor dat je minder snel angstig wordt van alle FUD die ontstaat op de markten. En hij heeft iets heel moois, een multiple ontwikkeld. Of althans, die zie ik hier, de Puel multiple. Dit is de daily bitcoin creation, dus de hoeveelheid bitcoins die er in omloop gebracht worden. Dat is dus nu wat minder, omdat de tijd tussen de blokken groter is en er wordt maar een bepaalde hoeveelheid bitcoin per blok de markt ingebracht. En die delen ze door de moving average. En wat zien we? Die is heel laag. The recent drop was the steepest ever. Whereas current levels are in the green zone. That is historical only touch during large market bottoms. Dus normaal gesproken wordt die groene zone alleen bereikt als er echt diepe bodems zijn. En we zagen zo'n diepe bodem in 2015, hè, vlak na de 2013 markt. We zagen het in 2019 op de bodem. We zagen het in 2020. En we zien het dus nu weer. Nou, interessante indicator. Daarnaast is de vraag of er meer landen zullen gaan volgen. En wat we nog meer zien, some entities were likely scared away, whereas others might be just waiting to see how this plays out. Hier zien we dus dat de number of active entities ook omlaag is gegaan. En er is nog een andere trend, in that degree in which Bitcoin's on-chain volume consists of older coins moving has fallen to levels not seen since September 2019. Dus de oudere coins die in wallet staan, als we kijken naar de on-chain data, die verkopen niet. This suggests that experienced market participants are just waiting. Dus de ervaren mensen die wachten gewoon. Whereas the short-term hodlers, de short-term holders eigenlijk, die zijn in paniek. Dus de vraag is dan ook of die STH, zoals hij ze noemt, de short-term hodlers, of die juist de coins hebben verplaatst naar de grotere wallets. Nou, dat lijkt dus nu het geval te zijn. The big question is this an early bear market capitulation or a mid-cycle flush between the weak and the strong hands? Nou, dat laatste lijkt dus nu het geval te zijn. Due to the recent capitulation, the Bitcoin supply held by the STH is declining again. Whereas the long-term hodlers cohort supply is increasing. This is typical for larger market turnarounds. But the 2013 double top showed that this pattern can repeat once a cycle. Dus we hebben dit eerder gezien in 2013, toen de markt omhoog liep. En daarna in 2014 in diezelfde bull market opnieuw. Nou, we zien dat dus nu ook weer. En strakjes zou het mogelijk dus nog een keer kunnen ontstaan. Het kan dus maar één keer opnieuw ontstaan. Nou. Hadden we verder nog een belangrijke? Nee, ik denk dat dat hem voor nu was. Ja, en uiteindelijk komen we dus weer op de vraag of dit nou een korte retrace was, of dat we echt in een
mid-cycle bear market, mini bear market zitten. Nou, als we kijken naar de Wyckoff-analyse, ik wil je graag even vanaf het begin laten zien, dat is wel zo leuk. Als we kijken naar de Wyckoff-analyse, zien we het volgende. We hebben deze eerder besproken. Deze is gepubliceerd op 30 mei, ietsje eerder dan 30 mei. En we zagen telkens dat die Bitcoin-prijs echt fors deze analyse volgde. Hier opwaarts, toen weer neerwaarts. Hier was de top van op, hier was de top van neer. Nou, toen ging die hier een beetje zijwaarts. Nou, hier zette die weer een top. Hier kwam spring. Toen gingen we weer langzaam omhoog. En we zitten eigenlijk nu een beetje richting dit level te gaan. Nou, we moeten dus eerst weer richting de 40, 42 om weer opnieuw dat momentum op te bouwen. Maar ja, komt dat momentum ook? Dat is de vraag. Plan B zegt het volgende. Looks like I was too early dismissing diminishing returns scenario. In fact, this will always be the key question next 6 months. Was 64 the top, and will we oscillate between 25 and 50, or was 64 not the top, and will the bull market resume towards? Nou, en dan hebben we natuurlijk nog de tweet van plan B, want hè, zijn stock-to-flow-model moeten we hier even op loslaten. En eigenlijk zegt hij, er zijn twee scenario's. Het eerste scenario is dat dit de top was en dat we nu gaan bewegen tussen 25 en 50k. En het tweede scenario is dat 64 echt niet de top was en dat we nu langzaamaan richting die 100 aan 288 aan het gaan zijn. En hij zegt, ik heb mijn geld op die laatste gezet. Nou, ook als we kijken naar die momenten na de halvings, ziet deze movement er echt wel uit als die movement van 2012 tot 2016. Het lijkt best wel gelijk op te gaan. En dan zouden we dus hier ergens iets een soort cupje moeten vormen. En dan langzaamaan weer omhoog moeten kunnen gaan. Of dit was de top en het was gewoon een hele langzame, totaal andere beweging dan dat we tot nu toe verwacht hebben. Het is in ieder geval heel interessant. Plan B die is overigens ook de komende 6 weken op vakantie. En aan het varen. En die is dus niet bereikbaar om iets te vertellen over zijn mening. We kunnen Stock to Flow overigens wel volgen. En dat blijven we natuurlijk ook volop doen. Maar de komende 6 maanden, dat zegt hij ook, zijn van levensbelang. Als het gaat om de koersanalyse ten aanzien van het Stock to Flow en het Stock to Flow X-model. Voor Bitcoin zegt het niet zoveel. Ik kreeg wel de vraag afgelopen week, Madelon, ik twijfel over Bitcoin. Hoe zit het nou met Bitcoin? Er is in de basis niks veranderd. Hè? We hebben natuurlijk eventjes die drop gezien in die hash rate. Dat was even spannend. Maar het is allemaal goed gekomen. En dit laat zien dat Bitcoin een zelfsturend systeem is, dat geen centrale bank nodig heeft, wat gewoon werkt. En nou, ja, het zou kunnen, hè, dat die markt, dat het wat langer duurt om te corrigeren. We gaan zo nog naar de technische analyse, maar ik zeg alleen, stel dat het zou kunnen dat die markt wat langer neemt om te corrigeren. Dat zegt niks, dat doet niks af aan de reden waarom wij in deze revolutie zitten. Waarom Bitcoin zo van belang is voor zoveel verschillende mensen. Dus eventjes kort mijn visie daarop. En ik wil eventjes met je naar de technische analyse. Ik ga even kijken of ik mezelf wat kleiner kan maken. Dat is wel zo fijn. Ja, dat kan. Kijk, dat doen we hier even. We gaan even kijken naar de markt. En we pakken eerst even het grote plaatje. Ik ben alweer 46 minuten aan het praten, zie ik. Dat gaat altijd zo snel. Wat zien we? Hier hadden we natuurlijk die rising wedge. Daar braken we neerwaarts uit. Toen hadden we zo'n schouder-hoofd-schouderformatie. Precies koers toegeraakt. En als mensen nou zeggen dat technische analyse onzin is, dan ga ik je toch even tegendeel bewijzen. Hier kun je namelijk de klap- en flapregel op toepassen. Die kun je hier bij het uitbraakpunt optellen. Dan krijg je precies het koersdoel op de bodem. Even zien, wat hadden we nog meer? Mocht je nou zeggen, nou hebben we die rising wedge dan. Nou, rising wedge ook precies hetzelfde. Die hadden we namelijk hier, de uitbraak. En dan kwam die dus precies hier uit. Dit is gewoon perfectie, schoolboekjes materiaal. Hier hadden we een uitbraak opwaarts die niet bevestigd werd door het volume. En wat mij opvalt is dat het volume ontiegelijk laag is. Echt ontiegelijk laag. We kijken overigens naar de Heik en Ashi candles, omdat je daar mooie patronen op kan zien en omdat die de RSI goed weergeeft. We hangen echt stuk in de middel, vlak onder de 50 op RSI. En we gaan nu even naar de 4 uur grafiek. Hoe hangen we er op de 4 uur bij? We hadden die neerwaartse beweging, die trend die iets minder snel neerwaarts bewoog. Toen een soort van sideways-achtige beweging binnen deze neerwaartse trend.
En nu lijkt het erop dat we een opwaartse beweging aan het maken zijn. En nu gaat de oplettende technische analist tegen mij zeggen: Madelon, wat jij hier getekend hebt, kan niet. Want lijnen hebben twee raakvlakken nodig. Drie om een valide lijn te zijn. En jouw lijn heeft maar twee, dat klopt. Maar dit is een parallel. Wat heb ik gedaan? Ik heb deze lijn gecontrol-C'd, gecontrol-V'd. En die heb ik hier langs geplakt. En dan kun je dus... Oh, je ziet eigenlijk dat die niet helemaal perfect meeloopt. Maar die heb ik hier langs geplakt. En dan hebben we dus een soort van semi-opwaartse trend. Het zou ook kunnen zijn dat we hier een beetje zo terechtkomen. Nou, dan zou het een rising wedge zijn. Dat zou erg jammer zijn. Kijk, dan krijgen we hier een rising wedge. Dan zou die een neerwaartse beweging insinueren. Maar ik haal het voor nu even weg. Oh shit, het lukt niet meer natuurlijk. Ah, dat zul je altijd zien. Kijk. En hier zien we nu toch een soort van opwaartse beweging. Maar wat mij opvalt is dat het volume niet de trend bevestigt. Normaal gesproken, als je hier uitbreekt uit zo'n lange neerwaartse trend. We hebben al een keer zo'n soort fake-out gezien. Het lukt al een keer niet om het koersdoel te raken. Want we zijn nu tot 10% gekomen in plaats van tot 13% stijging. Dan zou je toch willen dat er hier een fors volume komt. En dat volume zie ik niet. Ik zie alleen maar het volume aflopen terwijl de koers oploopt. En doorgaans moet het volume de trend bevestigen. Dus wat stel ik hier? We zullen ergens vroeg of laat terug gaan vallen naar een niveau binnen deze opwaartse trend. En misschien nog wel zelfs eruit. Dit is een belangrijke steunlijn. Mocht het weer uitvallen, is dat een prachtig moment om een short positie in te nemen. Dat is eigenlijk voor nu waar we het makkelijkste tegenaan kijken. Hè. Mochten we dus nog naar beneden vallen, dan is dat een kans om goedkoop bitcoin op te kopen. Wat we hier dus zien, we hadden het trouwens net over die plan B analyse. Waarbij we dus zo'n cupje willen gaan zien. Wat we hier ook zagen, lijkt in mijn ogen wel op een soort cupformatie. En dan zouden we dus ergens in augustus uitkomen, wanneer plan B dus weer terug is. Waar we toch weer richting die 60 zullen gaan. Nou, dit is allemaal heel vroeg. Hè? Ik zeg dit allemaal heel vroeg. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar we wachten rustig af. Het zou dus kunnen dat we hier ergens gaan uitbreken. Maar voor nu zegt het volume mij, we moeten nog even afwachten. Want we kunnen nog een retrace verwachten. En als die retrace dan komt en je wil graag bitcoin kopen. Ik heb hieronder een link staan. Ik krijg hier nog steeds iedere dag mailtjes over. Ik heb hieronder een link staan naar de supportlink pagina. Daar kun je je eerste 1000 euro aan bitcoin gratis kopen. Dat is bij mijn favoriete Nederlandse exchange. Dat is Bitfavo. Daar handel ik zelf ook om als het in euro's of op als ik in euro's wil handelen. Dat raad ik je aan om dat te doen op het moment dat je bitcoin wil kopen. Dan kun je je eerste bitcoins transactievrij kopen. Dat is ook wel heel erg leuk om dat een keer te doen. Dat kan bij de link hieronder, heb ik al gezegd. Niet meer bij mailen met deze vraag hierover. Het is heel simpel. Ga gewoon naar mijn website. Raad het ook je vrienden aan. Dan kunnen ze lekker kijken welke voor hun het fijnste is. Misschien vind je het wel helemaal niet fijn om te handelen op een exchange. Maar wil je liever iets anders? Dan kan het natuurlijk ook. Check dan eventjes die link. We gaan voor nu even de laatste saying doen. Waar het nu op neerkomt, waar je op moet letten, is voor nu deze lijn aan de onderkant. Dit is de support die vanaf hier komt. Dit is de belangrijkste steunlijn die we nu hebben. Aan de bovenkant hebben we hier nog een weerstandslijn hangen. En we willen iets van hoog volume zien. Het liefst groen hoog volume. Mocht het rood hoog volume zijn, dan breken we dus ergens neerwaarts uit. En dan zou dat dus een verkoopmoment zijn. Dus mijn ogen zijn nu gericht op een potentieel mogelijk verkoopmoment. Omdat het zou kunnen zijn dat we fors gaan dalen. Maar het liefst zien we natuurlijk een grootse uitbraak. En daar wachten we ook op. Ik kom gelijk bij je terug op het moment dat er hier meer over te vertellen is. Ik zou je trouwens ook willen aanraden om even een kijkje te nemen in de community. De Monitalks community, waar we dagelijks bijhouden wat er op de markten gebeurt. Niet alleen over bitcoin, maar ook de altcoinmarkt. Ook goud en zilver. We hebben het ook over aandelen, over beleggen, over portfolio diversificatie, allocatie. Eigenlijk komt alles daar aan bod. En het is gewoon heel erg leuk omdat we het samen doen met elkaar. En daar geniet ik heel erg van. Dus mocht je het leuk vinden om daarnaar te kijken, neem dan eventjes een kijkje. Ik zal ook even de link hieronder neerzetten. En voor nu zou ik je willen aanraden om niet te vergeten om mij op Instagram te volgen. Dan ben je op de hoogte van het laatste nieuws via de stories. Super handig om dat te doen. En als je ook op Twitter zit, check dan ook mijn Twitter. Want daar hoor je als eerste het laatste nieuws met een beetje duiding, met een beetje uitleg. En voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Ik hoop dat je genoten hebt van deze video. Ik in ieder geval wel. En ik zie je graag volgende week weer terug bij een nieuwe Madelon Praat. Fijne week. Doei doei!